Yo, daar ben ik weer met een gloednieuwe video Road to 100k. Vandaag spelen we Hide and Seek. En ik klik lekker een boekenkast aan, want ik ga een boekenkast zijn. Voor de mensen die dit nog nooit hebben gespeeld, kijk, allemaal blokjes zijn allemaal mensen die gaan verstoppen. Vandaag gaan wij ook even lekker verstoppen. Wacht, er gaat hier letterlijk iemand staan. Are you kidding me? Zou ik er gewoon naast gaan staan? Nou, oké, dat is wel dom. Wat is even slim om te doen? Dit is wel echt een heel dom plekje. Dit gaat sowieso geraden worden. Wat een gekke map is dit trouwens ook. Hoe gaan we dit even doen? Oh nee, kijk, de zoeker die staat eronder, dus we moeten gauw even stoppen. Nee, we hebben niet lang de tijd. Nee. Oh, wacht. Dit is misschien wel een leuk plekje. Kom op. Vastzetten. Zet hem vast. En ik sta vast. Hoppakee. Nu moet ik gewoon even lekker gaan wachten. Ik moet het bijna 5 minuten overleven. Hartstikke leuk. En er komen steeds meer zoekers. Er zijn nu al 2 seekers. En 16 hiders nog in totaal. Dus het wordt steeds lastiger, steeds moeilijker. Ja, ik weet niet of ik hier een goed plekje heb, hoor. Kijk, oh, daar staat hij. Nee, daar staat hij. Hij mapt gewoon op alles in. Wat doet hij? Oh, hij heeft er een. Ja hoor, hij heeft er een. Waarom mapt hij? Hij mapt alles. Oh, ik moet hier weg. Oké. Ga mooi die kant op. Goed zo. Dus gaan we snel weg. Trouwens, Road to 100k, jongens. Vergeet niet te abonneren. We gaan ongelooflijk hard. Ik zeg het elke video weer, maar we gaan zo hard. Het is echt insane. Ik heb trouwens ook een zwaardje gekregen. Hier zit volgens mij knockback op of zoiets. Dus ik kan ze in ieder geval een beetje wegtikken, mocht het nodig zijn. En ik zeg je eerlijk, ik doe het nog best wel goed. Ja, het is niet eens zo'n goed plekje, maar wie weet ziet iedereen dit over het hoofd. Oké, daar liep iemand langs. Oh, yo. Er zijn 5 seekers nu en 12 hiders. Wegrennen heeft in dit spel eigenlijk nooit zin. Want als je wegrent, dan komen er 5, 6 man achter je aan. En ja, je gaat het nooit winnen. Je gaat het echt nooit winnen. Het is heel erg zeldzaam dat je wegrent voor iemand en dat je ook nog wegkomt, zeg maar. Maar ja, het is wel mogelijk. Dus als hier iemand zo op deze boekenkast loopt in te slaan, dan sla ik hem gewoon keihard terug en dan sprint ik weg. Yo, ik doe het echt goed. Nog 2,5 minuten gaan. Iedereen loopt gewoon langs me. Niemand ziet mij hier of zo. Ik denk dat ze allemaal buiten aan het zoeken zijn. Maar ik zit nu in principe in het hol van de leeuw. Want hier spawnen ze ook ergens achter mij of zo. Dus ze verwachten hier natuurlijk helemaal niemand. Maar ik vind het sowieso best gek dat er nog 9 mensen aan het verstoppen zijn. Dus we doen het best goed als hiders. We doen het super goed. Ik kan ook nog taunts doen, dus dat ik een geluidje maak. Maar laten we dat even lekker niet doen, want dan ben ik denk ik... Oké, we gaan het doen. Wil ik het doen? Wil ik dit doen? Nee, dit wil ik... Nee, dit is zo dom. Oké, flames. Ik deed het. Oké. En ik heb ook gewoon die heartbeat, hè. Oh, wat dom. Wat ben ik dom bezig. Ja, dat is zo typisch ik, hè. Ik doe dat echt altijd bij dit soort dingetjes. Zo, ik had trouwens niet gedacht dat dit zo spannend was. Maar mijn hart, die gaat tekeer, jongen. Oh, het is verschrikkelijk. Elke keer als je beeld trouwens beweegt en als je die heartbeat op de achtergrond hoort, dan is iemand dichtbij. Dus er is eigenlijk constant iemand wel dichtbij. Oké, dit vind ik niet leuk. Oké, ik pak mijn zwaard. Ik hou mijn sprintknop alvast ingedrukt. Als deze hier staat, ik geef hem een map. En hij is weg. Oh. Oké, er komt weer iemand. Ja, het is constant gevaar. Nog een minuut te gaan. En er zijn nog maar 4 mensen aan het verstoppen. 11 seekers. We doen het goed. We doen het heel erg goed. Er zijn 11 mensen mij aan het zoeken op dit moment. En nog 3 anderen. Oh, er zit zo... Oh, ze zit echt boven me. Oh. Kom op, dit moet lukken. Dit moet lukken. Als iemand mij vindt, heeft hij mij echt binnen 3 seconden dood. Dus ik moet het echt tot de laatste seconde volhouden. Kom op, nog een halve minuut. Please. Ik heb het spel trouwens echt iets van 2 jaar niet gespeeld. En dit is mijn eerste potje sindsdien. En ga ik die gewoon winnen als hider? Gaat het gewoon lukken? Oh, mijn hart gaat helemaal tekeer. Kom op, nog 15 seconden. Yes, we gaan het winnen. We gaan het sowieso winnen. Dit gaat gewoon goed komen. Zullen we gewoon lekker bewegen? Want zo ben ik dan ook wel weer. 10 seconden. Yo, dude. Nee. Oh, ik heb gewonnen. Yeah. Ik ben ook gewoon nog 1 keer flink gemapt. Oh, wat lekker. Hoeveel mensen waren er nog over? Even kijken. Er waren nog 4 mensen over. Oh, wat is dit spannend. Jee, maar wat is dit leuk. Die flowerpot is zo voor de hand liggen. Dat ga ik ook niet doen. Een leaf zou best wel goed kunnen. Of weet je wat? Een crafting table. Een crafting table. Ik denk niet dat veel mensen die kiezen. En hoe minder mensen iets kiezen, hoe... Oké, er lopen best wel crafting tables. Maar ik zag ook veel leaves en best veel potjes. Weet je wat? Laten we gewoon ergens gaan staan. Ik heb geen idee wat een goede plek is. Ik ken deze map ook niet super goed. We kunnen nu ook een keertje buiten gaan zitten, maar ik weet niet of buiten slim is. Oh, dit is niet slim. Oh, nee. Hij is al begonnen met zoeken. Oh, nee. Ik weet niet waar de seeker is. Geen flauw idee. Oh, is dat nog een crafting table? Yo, kom. Chillen. Soms is het echt slim om naast elkaar te zitten. Oh, yo. Ik ga er gewoon naast staan. Of is dat slim? Nee, dat is zo niet slim. Hier dan, is dit een slimme plek? Nee. Zo net dacht ik dus ook dat ik een hele slechte plek had. En dit is ook zo'n slechte plek.
Als hier iemand langs loopt, ben ik echt instant die weg. Oké, ik ben visible weer. Ik moet die weg. Ik vind dit geen goede plek. Oh, hier staat ook een crafting table. Yo, zullen we gewoon hiernaast chillen? Het is hier wel lekker donker, maar dat maakt niet uit. Zou dit iemand zijn? Misschien is dit wel iemand. Ik heb echt geen flauw idee. Nou, nu is het gewoon lekker wachten. Ik ga gewoon even lekker op mijn mobiel zitten. Dat kan mooi, want je hoeft lekker niks te doen. Oh, er loopt iemand langs. Oh, wat doet hij? Nee. Waarom slaat hij op een button? Hoe dom ben je dan? Hoe kan je nou weer een button zijn? Oh, wat is hij nou aan het doen? Oké, hij mapt overal op in. Hij mapt wel echt overal op in. Dit vind ik niet leuk. Oké, ja. Ga maar weg. Hup, weg. Hup. Weg. Kan ik weer even lekker op mijn mobiel zitten? Helemaal top. Zo, ik heb even lekker 3 minuutjes of zo op mijn telefoon gezeten. En ondertussen heb ik nog 1,5 minuut over. Er zijn nog 13 mensen aan het verstoppen. En er zijn maar 4 seekers. Dus ze doen het echt hartstikke slecht. Dit potje gaan we gewoon sowieso weer winnen. Weet je wat? We kunnen eigenlijk wel even wat bewegen. Zullen we gewoon even lekker bewegen? Of ben ik dan heel dom als ik dat doe? Wat doe... Oh, we gaan taunten. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Laten we even lekker taunten. Oh, wat leuk. Oh, ik wil nog een keer doen. Nee, ik moet 12 seconden wachten. Als ik wil taunten, dan wil ik taunten, ja. Jongen. Oké, we gaan nog even een taunt doen. Even kijken, fireworks. Oh, wat leuk. Wow, wat mooi. Dude, ik ga gewoon lekker lopen. Ik ben er helemaal klaar mee. We kunnen dit echt wel even lopend doen. We kunnen ze denk ik wel er gewoon allemaal uitsprinten. We gaan even op... Oh, oké. Oh, nee. Hij zag me sowieso. Oké. Hier. Hij zag me 100%. Ik weet het zeker. Er komt nog een crafting table. Dit is zo grappig. Oh, ze doen helemaal niks. Waarom doen ze niks? Waarom? Kijk, dat was die dude. Hij zag me sowieso. Zal ik gewoon taunten? Echt hier in het midden. Het boeit me helemaal niks. Hoppakee. Dude, we hebben nog 15 seconden. Ik ben er helemaal klaar mee. Hey, dude. Deze kerel hier. Wat een simpel potje. Hey, kom eens hier. Ja, ja. Map erop in. Waarom doe je niks? Hij heeft toch gewoon een zwaard. Waarom pakt hij zijn zwaard? Daar komen we met z'n allen. Wauw. Wat een easy potje was dit. Hij is ook nog een GG in de chat. Maar waarom deed hij niks? Waarom? Ik kan nu kiezen uit 3 verschillende dingen. Weet je wat? Laten wij gewoon even lekker een keer voor dat potje gaan. Ik vind het wel leuk om een beetje rond te lopen en een beetje de seekers uit te dagen. Daar hou ik wel van. En ik ben dus nu echt zo'n klein potje. Dus je kan nu ook wel heel makkelijk een beetje rondsprinten. Wel echt gek dat je maar uit 3 dingen kan kiezen trouwens. Ik bedoel, dan kan de seeker op elk voorwerp zowat inslaan. En dan weet je eigenlijk wel dat hij altijd wel iemand heeft te pakken. Dus dat is best wel heel gek. Maar het is wel echt een gigantische... Oké, daar zaten ze. Dat is het hol van de leeuw. Oké, ik ben weg hier. Oké. Yo, wat? Het is echt pittig donker. Weet je wat? Zullen we even achterin zitten? Zie... Wat? Hoe kan je... Oh, yo. Yo, er zit er nog één. Wat? Oké, er zitten hier echt 3 potjes op 1 bultje of zo. Super chill. We gaan even lekker taunten. Hoppakee. Nice. We zitten hier echt met z'n drieën. Don't move. Ja, ik ga lekker wel moven. Ik vind het leuk om een beetje uit te dagen. Want als ik deze gasten hier gewoon ga verraden, dat zou echt grappig zijn. De kans dat ik zelf dood ga is zeer aanwezig. Oh, er komt iemand volgens mij. Oh. We moeten oppassen. Daar zit hij. Hij zit daar. Oh, er zit hij meerdere. Oh, joh, er zijn nu al 9 seekers. Oké, misschien moet ik niet gaan kloten. Er zijn al 9 seekers. Er zijn al superveel hiders dood. Nee. Oké, ik pak mijn zwaard erbij en we gaan gewoon mappen. Nee! Oké, we zijn dood. Oh, dit was ook zo dom. Ik had echt het allerdomste plekje ooit. Maar ik weet wel waar al die... Yo, kijk hoeveel potjes hier rondlopen. Dit is toch echt insane. Ik weet niet precies meer waar het plekje was. Waar echt 6 potjes op een bultje zaten. Maar laten we daar gewoon even heen gaan. Ik denk dat ze allemaal dood zijn, hoor. Oh, hier loopt er ook een, joh. Er lopen gewoon hier een paar, joh. Doe, jongens. Met pref op in, joh. Wat is dit nou? Hij loopt hier gewoon. Hier, hij loopt. Is hij dood? Ik wil hem killen. Hij is al dood. Oké. Oh, hij leeft nog wel? Wat? Hier, er zit. Ik heb hem. Nice. Helemaal rechts van mijn inventory zie je nog wat er zeg maar leeft. Dus 4 potjes. Zoals deze hier bijvoorbeeld. Kom op, mappen. Ja, bijna. Yes, hij is dood. Top. Got hem. Nu zijn er nog 3 potjes over. Oh, hier zit er weer een. Hier zit er al eentje boven. Oh, yo. Yo. Waar is hij? Oh, ja, hij is dood. Nice. Nog 2 potjes. Oh, dit is er letterlijk 1. Are you kidding me? Waarom had niemand die nog gepakt? Dude, dat was zo'n makkelijke spot. Nou, nog 2 hiders in totaal. Nog een potje. Dus we moeten gewoon op elk potje slaan die we tegenkomen. Hier, is dit hem? Nee, dat is hem niet eens. Dit is hem? Nee, dit is hem ook niet.
En er is ook nog een boekenkast. Misschien moet ik maar even gaan focussen op de boekenkast. Want ik denk dat iedereen die potjes aan het zoeken is. Ja, dit is wel echt een klote map voor de heiders hoor. Jongen. Je kon maar uit 3 voorwerpen kiezen. Tuurlijk ga je dan dood. Even kijken. Zit hier niet ergens een potje? Het is echt pikken donker. Dus je ziet hier helemaal niks. En dat is eigenlijk wel een hele slimme plek. Er is trouwens nog maar 1 iemand aan het verstoppen. En dat is 1 potje. Kom op, hoe moeilijk kan het zijn, jongens? Er gaan ook al speculaties rond dat het een hacker is. Maar ik denk dat het geen hacker is. Ik denk dat hij gewoon echt goed verstopt zit ergens. Want nogmaals, het is dus best wel een grote map. Ja, hij is dood. Oké. Okay. We hebben gewonnen! Of eigenlijk hebben we verloren, want ik was een hider en we hebben verloren. Yes. Alright, ik kan me weer uit 3 kiezen. Are you kidding me? Oké, ik denk dat die leaves best wel slim zijn. We pakken gewoon even lekker een leaf erbij. We kunnen ook zo'n ster pakken. Oeh, dat is ook wel een goeie. Maar nee. Laten we even lekker ergens buiten gaan zitten met een leaf. Want we zitten meestal alleen maar binnen. Ik wil nu even lekker buiten zitten. Zo, joh, bijna iedereen is een leaf. Dit is echt gekkigheid. Gekkigheid! Is toch allemaal gekkigheid? En we kunnen ergens een hoekje gaan pakken. Maar een hoekje vind ik altijd heel erg slecht, want hoekjes, daar gaan ze juist zoeken. Als je echt, denk ik, ergens in het midden zit, dan heb je, denk ik, juist een goed plekje te pakken. Maar laten we eerst even lekker ver weg lopen. Even koekeloeren wat voor plekjes er allemaal zijn. We kunnen ook binnen zitten als lief. Ik weet niet of dat slim is. Hier kunnen we misschien... Oeh, dit is best wel een goed plekje. Dit is een heel goed plekje. Even kijken, hoor. Ja. Oh, dit is echt een nice plekje. Wacht, is mijn lief nou anders? Volgens mij heb ik letterlijk een andere lief, lijkt het wel. Hier naast mij zit ook eentje. Die gaat nu ook vastzitten. Ja, jullie zien het wel. Oh, het valt dus best wel op. Wacht, kan ik dit omhoog? Ja, kijk, wat die lief ook doet. Omhoog klimmen. En yo! En dan kan je er ook allemaal op zitten. Oh, dat is slim. Dat is echt slim. Dat is echt slim. Ik wil dat ook. Zo, er zijn al zoveel dood inmiddels. We hebben nog 4 minuten te gaan. En er zijn nog maar 11 heiders. Oh, dit is ongelooflijk. Nog maar 9 heiders. Je gaat zo belachelijk snel. Oh, er zit iemand boven. Ja, er zit iemand boven. Ja, ik denk... Ja, oh, die is dood. Die is dood. Hij heeft getoond. Dat was zo ongelooflijk dom. Dat was heel erg dom. Oh my god, ik ben dood. Ik ben nu al dood. Wauw, dit is insane. Maar waarom zijn die leaves ook anders gekleurd? Wat voor onzin is dat? Ja, dit was ook wel een hele moeilijke hoor. Nog maar 6 zijn er over, joh. Ze zijn nu al bijna klaar. Er is nog 1 ster over. Even kijken. Ja, er zijn nog 4 struikjes over. Nou, die struikjes, die zie je denk ik zo. Want het is gewoon net wat anders gekleurd. De textuur is net wat anders. Oké, volgens mij zat hier boven ook nog eentje. Zit hier eentje? Nee. Oké, die is weg. Kom op, er zijn er maar 3 over. Waar zouden die kunnen zitten? Ik denk echt dat iedereen ze over het hoofd ziet. Oké, er zijn nog maar 2 over. Dit is echt een klote map trouwens. Weer je kon je maar uit 3 kiezen. Dat is echt onzin. Het zijn 2 struikjes. Kom op jongens. Waar zitten ze dan? Waar zitten ze? Ik denk dat ze ergens ingeklommen zijn. Dat zou me niks verbazen. Misschien in deze boom of zo. We gaan gewoon even random in die boom hakken. Oh, iemand taunt er volgens mij of niet? Ja, ik hoorde een taunt. Dat kwam hier vandaan. Oké. Waar? Oh, ja! Ik heb hem gewoon... Oh, joh, de ene laatste. 19 man zoekt. Oh, hier zat, wat, loopt er nog één. Wat, waar komt die vandaan? Ze zat op één. Oh, wauw, ik heb ze beide gekild. Wauw, de laatste 2 heb ik gewoon alleen gekild. Damn, dat voelt wel als een eer, hoor. Ik zag die 2 er niet eens zitten, maar ze zaten hier blijkbaar met z'n 2 gewoon in het hoekje. Kijk eens aan, dit ziet er al veel beter uit. Weet je wat, ik ben lekker een melon. Ja, melons, hartstikke lekker. We gaan lekker weer verstoppen. Ik heb er zin in het laatste potje alweer. En daar gaan we dan, hoor. Oh, deze map, ja, die ken ik nog wel een klein beetje. Iedereen loopt gelijk door. Wat als ik gelijk in het begin hier ergens gaan zitten? Staan nu ook andere melons? Nope, oké, hier kan ik niet gaan zitten. Dit is niet een slim plekje. Dit is trouwens ook wel zo'n map dat je weg kan sprinten trouwens. Want dit is zo'n grote map alweer. Oh, is dat trouwens ook een andere melon? Die zie je ook op zoek naar een plekje. Ja, dat is niet echt een... dat is echt een dom plek. Oh joh, we kunnen hier ook helemaal omhoog parcouren. Ja, ik weet niet of dat slim is. Tja, waar kunnen we overal gaan zitten? Ik kan ook helemaal hierheen lopen. Ik heb het idee dat het hier... Oh, hier. Dit is sowieso... Die is niet eens verstopt. Die zit gewoon een beetje half in de... Het is best wel slim. Je kan best wel ver het hoekje in. Hij wordt sowieso gepakt. Ik weet het zeker. Want er gaan hier echt wel mensen aan de randen van de map zoeken. Dat gebeurt zoveel altijd. Kan ik hier misschien op het dak komen? Is dat een idee? Oh, daar loopt er nog iemand. Hey, wat leuk. Wat leuk, man. Oh joh, hier maar naar beneden. Oh, ja hoor. Ik weet niet of dit een slim plekje is. Waarschijnlijk echt totaal niet. Ik ben wel verstopt, maar... Nee, dit is sowieso geen goed plekje. Dit kan geen goed plekje zijn. Dit is niet goed. Ik weet het... Oké. Oh, daar is hij of niet? Wacht, zit hij? Waar is hij? Zit hij? Oh, hij zit binnen. Oh, daar beginnen ze. Ah. Ja, ik vind dit plekje niet goed. Dit is zo'n obvious plekje. Lekker onder het water. Ik denk juist dat ik hier gepakt ga worden. Dus, oh nee. Ik kan hier ook heel moeilijk weg. Maar dan word ik sowieso gezien door iemand. Want als ik even in het water die ga. Misschien dat dan niemand me doorheeft. Please. Oh, er lopen al meerdere rond. Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik allemaal aan het doen? Oh, yo. Wacht, misschien is dit juist wel een goed plekje. Kijk eens aan. Ik word hier gewoon weg. Wat? Ik ga hier gewoon weg.
Oh, no, no, no. Oké, ik moet de hele tijd naar achter lopen nu, zeg maar. Wil ik een beetje normaal hier Oeh. Ja, ik weet niet of dit... Nee, dit is... Nee. Dit plekje is het ook net niet, hoor. Oh, daar loop je al 2 rond. Oh, wat ben ik aan het doen? Er zijn in totaal maar 3 ziek. Oh, heeft hij me door? Ja, dit is zo'n dom plekje. Maar ik moet nu hier niet weglopen. Niet nu. Niet nu. Oh. Hij loopt gewoon over me heen. Wat doet hij? Wat doet hij? Hij loopt gewoon over me heen. Wat doet hij? Hij staat letterlijk op me. Wat doet hij? Oké, dit is een goed plekje. Blijkbaar is dit een goed plekje. Let's go. Ik blijf hier zitten. Ik blijf hier lekker zitten. Yo, wat? Dit valt zo erg op. Ik ben letterlijk een melon onder water. Waar zie je dat nou? Dat zie je nergens. En ze stonden gewoon op me. Blijkbaar is dit dus best wel een goed plekje, denk ik. Weet je wat? Dit is zo'n slecht plekje. Ik blijf hier gewoon lekker zitten. Want blijkbaar heeft het me nu geluk gegeven. Dus dan zal het vast ook wel geluk geven de komende 1,5 minuut. Hoe is die beacon achter trouwens nog steeds niet gepakt? Ik snap er niks van. Steeds zo'n beacon die beweegt aan, weet je. Het valt zo erg op. Oh, er is weer iemand. Ja, oh, oké, wat doet hij? Wat doet hij? Oké. Ben ik bereid om hem te mappen? Oh, hij komt niet dichterbij. Ja hoor. Oh, er is nog eentje. Die loopt er ook langs. Hoezo zien jullie deze meloen niet onder water? Dit is zo makkelijk. Nog 50 seconden te gaan. Come on, let's go. Deze moeten we wel even pakken. Er zijn nog 10 hiders en heel veel seekers zijn geliefd. Dus er zijn we met z'n 5. Dus dit moet in principe wel lukken. Leeft die beacon nog steeds achter mij? Nee, volgens mij is die inmiddels wel dood. Oh, oh, oh. Oh, nee. 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 Ik moet er nog 20 seconden. 20 seconden moet ik lopen. 20 seconden lang moet ik lopen. Let's go. Ze mogen me niet afsnijden. Ik moet gewoon in één rechte lijn moet ik lopen. Ik regen gewoon. Ik regen gewoon. Oh, wat sick. Wat sick. Ik moet gewoon rechtdoor blijven lopen. Kom op, 10 seconden. Dit moet lukken. Ja, dat gaat lukken. Kijk, je kan gewoon in één rechte lijn lopen. Oh, wat sick. En nu kom ik bijna bij de edge en dan moet ik draaien. Ja hoor. Ja. Hey, easy, GG. Oh, wat was dit spannend. Wat een leuke game mode. Vergeet niet te abonneren, klik op het duimpje omhoog. Op naar de 100k, dikke doei, dikke later.